Hoi iedereen, leuk je weer kijken naar Anders Games en vandaag is het weer tijd voor een quizje. En deze keer doe ik de quiz Are You Dead? The answer may shock you. Dus ja, dit is eigenlijk een quiz en ik ga er nu achter komen of ik leef of dat ik dood ben. Nou, ik had hier net per ongeluk al iets aangedrukt, maar de vraag is which word best describes your current mood? Content, cold, unresponsive, hungry, mellow, apathetic. Ik weet niet wat apathetic is. Mijn current mood. Welk woord beschrijft mij op dit moment het beste? Ik denk unresponsive. Ik heb geen idee. Ik ben wel een beetje moe, dus ik ben waarschijnlijk niet zo aanspreekbaar of zo. Which snack looks the tastiest? Dit is vlees. Ik hou niet zo van vlees. Dit is pizza. Pizza is B. Dit zijn nachos. Oh, nachos zijn ook B. En dit is een brein. Het brein ziet er nou weer niet heel lekker uit. Het vlees ook niet. De pizza wel, maar er zit wel een beetje te veel kaas overheen. Dus dan ga ik voor de nachos. De nachos zien er echt lekker uit. What are you doing right now? Sleeping, breathing, eating, hunting bitches, taking this quiz, rotting. Ik doe al meer dingen tegelijk. Ik adem, ik doe de quiz. Ik rot weg hier. Wat? Nee, Ik ga voor taking this quiz. Look in the mirror, what do you see? Oh jeetje, zie ik mezelf als een blije lachende vrouw? Als een mooie gentleman? De spiegel breekt gewoon. Ik zie gewoon een badkamer. Ik zie een spook. Of ik zie een puistje of zo. Geen idee, op mijn wang. Ik ga voor de spiegel die gebroken is. De spiegel breekt omdat hij mij ziet. Are you in pain? Not anymore, I feel nothing. My back hurts a little, just emotionally. I feel nothing. What's your heart up to? It's bleeding, it's beating, it's chilling, it's being dissected, it's decomposing, it's breaking. Mijn hart is gewoon eventjes aan het chillen, weet je wel? Als je even wilt chillen is geen probleem, want mijn hart zit hier gewoon eventjes te chillen. Pick a homie to chill with. We mogen iemand kiezen waarmee wij zouden willen chillen. Het hert, sowieso. Ik ga voor het hert. Which ghost just gets you? Dus welke geest maakt mij het meest bang of zo, zeg maar. Of vind ik het engst? Ik vind deze wel leuk. Dit vind ik ook leuk. Dit is van een serie of zo. Ik weet even niet meer hoe het heet. Of van een film. Maar deze vind ik toch wel een beetje creepy. Punch yourself in the face. Did it hurt? Nee. Pick a comfy place to sleep. Oh, nou, ik mag nu een plek zoeken om te slapen. Ik mag een graf kiezen. Of een bed. Nou, ik ben toch nog een beetje menselijk. Dus ik ga toch voor het bed. You are dead. The truth is, you died a few years ago one night from eating too many burritos. It really was tragic, but you're doing pretty okay as a dead person. It's sometimes hard lying in a graveyard all of the time, but you make the best of it. You smell a little funky too, but bugs love it and think you're a superstar. In their eyes, you're a winner. Nou jongens, ik ben dus dood. Dus bij deze ripbo, zeg maar alle interacties, ripbokero, ik ben dood. Tot ziens jongens en ik ga denk ik maar weer terug mijn graf in. Jongens, de ballen en doe een duimpje omhoog. Doei!